Yo mensen van Pretpark Loven, en ja, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Wat ook weer een tijd geleden is, en ik sta hier bij de ingang, zoals je kunt lezen. En hier is iets veranderd. Beetje riskant dat ik dit heb gedaan, maar het is beter dan wat het vroeger was. Ik heb er dus bij de ingang de Main Street gemaakt. En hier staat een random barricade, zoals dat je hier zo straks naar een nieuw gebied kunt gaan. Waar we dus aan gaan beginnen. Want Johannes is terug van vakantie. En dit is dus de nieuwe Main Street, hij is compleet anders dan die andere. De andere is trouwens weg, dus ik kan niet meer vergelijken. Kijk, dit is dus de Main Street. En hier binnen... Nee, het is hier. Er moet misschien nog iets komen, maar ik weet dat het niet wat. En wat is in? Hier zo. Hier kunnen we naar ons kantoor gaan. Ja, hier mag natuurlijk niemand anders komen. En als dit ooit gefixt raakt, komt hier de balloon shop. En hier is zo wat. Ja, zodat het geen platte huizen zijn, zoals Jonas altijd klaagt. En ja, er is natuurlijk weer veranderd. Zoals het ghostgebied. Wacht even inladen. Zoals bij het ghostgebied. Vorige video stond hier nog niks, behalve dan het spookhotel. Maar nu hebben we hier het nieuwe spookhuis. Hier langs buiten echt veel mooier uitziet dan de vorige. Wat gewoon fantomener was de vorige. En dan hebben we hier de dubbele achtbaan. Ja, het is nog allemaal niet gefixt. En wat is hier nog gebeurd? Ik heb hier zo'n... Ja, die muur heb ik hier nu gekopieerd. Ik weet dus nu ook hoe dat ik moet kopiëren. En deze werkt niet. Deze moet misschien opnieuw geautomatiseerd worden. Of ik weet het niet. Dit is dus Fata Piranha. Maar hij werkt wel, maar... Hij werkt wel, maar de snelheid niet. Hij gaat altijd even snel. Als hij werkt, is hij wel leuk. Ja, verder is er niks gebeurd. Hier komt dus ook ingang naar een nieuw gebied. Of, ja, of is er maar één. Verder hebben we nog ideeën. Is de takel van deze attractie een beetje anders geworden? Ik weet het misschien. En Space Center. Space Center is ook... ook een beetje veranderd. Kijk. Er is geen spawn pressure plate meer. Ik heb natuurlijk niet automatisering meer gedaan, maar... Hij wordt niet meer verwijderd als het station inkomt. En kijk, hier heb ik dan voor de zekerheid afgezet. Het station is anders en je kan hier gewoon random in de attractie kijken, wat echt epic is. Ik zie gewoon al die planeten. Is de trein aan het rijden? Dat is ook altijd niet. Ja, in de baan is er ook iets veranderd. Hier bij Mars ga je door de planeet heen. Die trein niet aan het rijden? Waar is die? Wat pak je hier? Shit. De trein rijdt blijkbaar niet. Oh, natuurlijk, waarschijnlijk na een paar keer gaat de trein weg. Oei. Ja, dit moet dan nog even gefixt worden, misschien moeten we hem even sluiten. Dat is dus de verandering van Space Center, meer niet, ik zal even... Oké, er is weer een trein gespawned. Nice. Deze ingang is ook weer veranderd. Ja, attractie zelf niet. Ja, daar is ook weer iets nieuws. Maar ja, ik heb een stukje gezien, maar meer. Laat ik niet zien. Nee, hier eerlijk, zo had het. Twee attracties. Waarvan de Aztec Express niet werkt. Hij werkt niet. Ja, deze natuurlijk wel. En dan.
Wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk nog ideeën. Ideeën. Indiana Jones heb ik een beetje veranderd, maar ik kan hem natuurlijk niet doen. Deze hebben jullie ook al gezien. China ook, maar jullie hebben het China Hotel nog niet gezien. Hij is nu langs de buitenkant helemaal af. Een beetje in wat laden. Hier zo, dat is het China Hotel. Kijk, die twee dingen hebben jullie in de vorige video nog niet gezien. Binnenin is er natuurlijk nog altijd niks. We gingen Jonas en ik samen doen, volgens mij. Oh, ja. Ja, en natuurlijk, daar komt nog altijd Noorwegen. Beetje. Natuurlijk. Moet je ook inladen. Hop. Jongen. Kom. Oh. Ja, en hier dus stond de vorige Main Street. Ik zit eraan, ja, ik denk eraan om Afrika misschien een update te geven. Want het is natuurlijk een beetje klein. Ik bedoel, de Green Python, die wil ik misschien, kijk, zo klein. Het moet misschien wat groter worden, hè. Wie is dat op de eerste plek? Ja, de Kilimanjaro, die blijft natuurlijk staan. Maar misschien de wachtrij een beetje verplaatsen, de attractie blijft gewoon staan, die is gewoon goed. Ja, en dan komt hier dus meer FC Kip. Ja, die kunnen we natuurlijk verplaatsen. Er is geen automatisering in, dus geen hindernis. Ja. Hier kan misschien nog iets komen, of wel FC Kip hier. En maak wat groter. Maar I don't know. Verder de ideeën, hebben we nog een idee voor? Ja, ik voor nog altijd Shadow Canyon. Ja, dan wordt dat gewoon een Far West. Ik dacht daar eerst een Big Thunder Mountain te maken. Ja, die hebben we natuurlijk al, deze. Big Indian Mountain, maar het is niet echt een Big Thunder Mountain eigenlijk. We moeten het natuurlijk op december, dus gewoon een random achtbaan. Misschien moeten we hier nog eens wat indianen, ja, elementen zetten. Misschien meer wigwams. Misschien is wat indianen die dan pijlen schieten, weet ik veel. Maar er moet wel wat meer komen, anders is het niet leuk. Ja, en dan een Big Thunder Mountain. Ja, komt dan dus niet in Shadow Canyon als het er ooit komt. Natuurlijk. Villa Uja, die gaat pas heel laat komen. Dat is ook altijd niks, want we hebben natuurlijk wel nog meer dingen te doen. We hebben dus al lang niet meer opgenomen. Omdat, ja. Omdat Jonas op vakantie is. Ja, Atlantis. Een gebied dat Atlantis noemt. En het wordt dan ook zo Atlantis, ruïne, huizen, die al, dat er al zo heel lang staat. Auto's, Atlantische huizen. Je weet wel, Atlantis, onder de zee, maar de zee is weg. Zoals. En wat voor attracties dat daar dan komen, daar denken we dan een Big Thunder Mountain te maken. En dat past misschien niet zo goed erbij, maar ik denk het wel, want er komt dus een journey Big Thunder Mountain. Ja, wat, dat de... Dat is gewoon het eiland, hè. Het eiland met de grote vulkaan. Oftewel, de Mountain of Gold. Dat is wel een goed idee, met wat grote dieren. Daar gaat dan een achtbaan door, dat zal misschien wel awesome worden. En in Atlantis nog verder. Ja. Zullen we zien of er attracties nog komen. En dan, ja, als dat niet naar Shadow Canyon komt, wat hierachter komt. Ja, dan bouwen we daar misschien, denk je, hè? Een soort bandietenattractie zo. Misschien een Dalton Terror, en doen we de Parco Sago Terror daar weg. Want we hebben nog altijd geen, ja, drop tower plugin kunnen fixen, maar misschien ooit. Zullen we misschien daar een Dalton Terror. En ja, misschien dan ook nog een indoor achtbaan. Maar dat komt allemaal nog, ja ja. En in Atlantis, hoe dat hem gaat noemen, twijfel ik een beetje. Ja, ga natuurlijk niet, ja, misschien wel Journey 2, nee, ga niet Journey 2 noemen. Dat gaat natuurlijk wel thema Journey zijn, maar hij gaat het noemen, oftewel,
The Mountain of Gold, oftewel The Mysterious Island, zoals de film heet. Ja, dus Island, omdat Picton de Mountain op een eiland rijdt. En Mountain of Gold, omdat die grote berg die dan op de Picton Mountain staat, je weet misschien wel over wat ik het heb. Dat dus, ja, dat gaat dus een vulkaan worden. En dat is dus de Mountain of Gold. Ga ik wel lava af laten lopen en wat goud inzetten. Super nice, dus oftewel Mountain of Gold of Mysterious Island, ik weet het niet. Ik moet even denken. Ik weet niet wat het beste bij past. Maar wat we in deze video dus gaan doen, wat je aan de titel hebt gelezen, misschien dacht je wel, gaat het er nog van komen. We gaan naar Antarctica, naar het Ice Age gebied. En zoals je ziet, afbakening. En de collision course is weg. Nee, is niet weg. Hij is vernieuwd. Kijk. Maar veel groter geworden. Dit is Collision Course Space Mountain. Hij is niet van sneeuw en ijs. Het is gewoon realistisch. En wat we in deze video gaan doen. We gaan het station verder afmaken. Want hier is het station zoals je kunt zien. Hij is al redelijk mooi. En daar de Space Mountain. Binnen is er natuurlijk niks. Maar check eens hoeveel ruimte. Hier kunnen dus gewoon een toffe, coole achtbaan maken. Waar die lang genoeg duurt. Voor er muziek bij te doen. Want die vorige die, dat was echt 1 minuutje en het was klaar. Maar deze gaat dus een extra takel hebben. Misschien wat meer decoratie, vuurwerk. Ik weet niet hoe dat ik. Maar we gaan nu verder bouwen aan dit station. Automatisering. Nou, die is. Heb ik geprobeerd om te sparen. Ik weet niet of dit bordje nog werkt. Maar de trein staat hier dus nog. Ja. En dit dan het kotteke. Het kotteke voor. Als deze attractie misschien nooit altijd open is. Maar we gaan nu verder bouwen.
Oké, mensen. Het station is grotendeels af. Ja, hier en daar misschien nog wel wat details. En, de buitenkant gaat ook nog een beetje. Dat gaat zeker nog mooier worden. Ja, en dan het kanon staat er nog. Ook nog niet, maar dat komt er ook nog. Maar mensen. Ik ga niet veel te lang. Ja, deze kant er nog. Maar mensen, dit was alweer de video. Vond je het leuk? Zeker een like. En abonneer er beneden. En dan zeg ik later. Trouwens, in de volgende video gaan we de wachtrij ook laten zien. Dus, adios. You. Later. En. Gewoon tot de volgende video. Ciao.